Daar zijn ze dan, de hangbuikzwijntjes Doortje en Petra. Eén voor één worden ze afgeleverd bij de familie Vermeulen in Wageningen. Het is een beetje duwen en trekken, want de beestjes zijn behoorlijk zwaar. We kunnen hem laten rusten op die paal. Ja. De familie heeft een speciaal schuurtje voor ze ingericht en een grasveldje voor ze aangelegd. Toen ze het verhaal hoorden van deze gedumpte hangbuikzwijntjes, wilden ze hulp bieden. Bent u blij dat ze er zijn? Ik ben heel blij. Ja. Hoe bent u op het idee gekomen om deze beesten op te vangen? Door jullie nieuwsuitzending, denk een maand geleden. Dat ze gevonden waren in het bos. En een paar dagen later hoorde ik ook weer bij jullie dat nog niemand had gemeld om de dieren op te vangen. En toen ben ik er naartoe gegaan. De zwijntjes werden begin januari gedumpt in een bos bij Doorwerth. Een dierenarts wist ze te vangen en kon ze onderbrengen bij Marjolein Hoogland van de vogelopvang in Eck en Wiel. Maar eigenlijk was er geen ruimte. Hoogland is blij dat de familie Vermeulen Doortje en Petra willen opvangen. Het hok waar ze in zaten zijn we eigenlijk aan het klaarmaken voor zwanenopvang. En met warmtelampen en alles, maar het is gisteravond alweer bezet. Voor een schaap wat onderkoeld is gevonden, dus de zwanenopvang moet wachten. Drukte. Ja. Steeds vaker worden hangbuikzwijntjes achtergelaten in de natuur. Volgens dierenartsen is het een trend om zwijntjes cadeau te geven aan mensen. Maar de beestjes worden regelmatig voor een paar tientjes aangeboden op Marktplaats, omdat eigenaren het lastig vinden om ze te onderhouden. Je moet wel nadenken voordat je dieren neemt, vind ik. Weet u waar u aan begint? dat hoop ik. Ja, dat denk ik wel. Ik heb me wel voorbereid. Ze hebben ook contact opgenomen met de dierenarts die hun gaat begeleiden, dus... Dan is het zeker goed.